Welkom bij Wat een Kunst, het kunst- en cultuurprogramma van RTV Amstelveen. Hier vanuit de mooie Stadsschouwburg aan het Stadsplein in Amstelveen. En vandaag wandelen we eigenlijk met Paula Patricio. Je bent actrice, presentatrice, presentatiecoach en ook nog liedschrijver. Klopt allemaal. Ja. Maar we wandelen met jou door de hele nieuwe programmering van eigenlijk deze schouwburg. Omdat jij ook een fervent theaterbezoeker bent. Ja, heel erg. Ja. Met Danny Lademacher, gitarist Danny Lademacher, duiken we in het roemrijke verleden van Herman Brood. Maar we kijken ook met jou naar de toekomst met Nina Hagen, de tour. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Mm-hmm. En met Vincent Knoop brengen we Japan naar Amstelveen in het kader van het Japan Festival op 14 en 15 juni. Ja. Het festivalseizoen is zo zoetjes aan begonnen. Is er een favoriet festival wat je echt niet wil missen? Ik kan niet wachten op het Japan Festival, Manuela. Daar ga ik over 4 weken naartoe. Ja, over 4 weken is het al. Ja. Oké. En Paula, jij? Festivals? Nou, ik doe sowieso mee met het Japan Festival in Amstelveen mee. Maar ik kom net afgelopen maand, was het, hè? Bevrijdingsfestival, Westergasterrein. Ja. Altijd leuk, was prachtig weer. Eindigde met de Kletsman Band. Helemaal leuk. Ja? Ja. En je gaat er nog een heleboel bezoeken, hè? Want dat doe jij altijd. Ja, ik ben een soort allesvreter op cultureel gebied. Ja, goed hoor. Danny, welk festival ga je niet missen? Ik ga ze allemaal missen. Oké. Okay. Ja, want we hebben zo'n druk schema met repeteren met Nina Hagen. Dat ook ik speel ook niet op festival. Het is allemaal... allemaal theater en allemaal... Ja, dus daar begint het mee. Ja. Maar volgend jaar gaan we waarschijnlijk alle festivals ook meedraaien. Dan ga je ze allemaal weer mee. Ja, maar ik moet dus alles missen nu. Dat vind ik heel jammer. Jammer, hè? Ja, ja. Niks aan te doen. Maar... Uw festival ga ik niet missen. Ja. Oké. Okay. Ik ben toevallig de 15, dat weet ik. Ben ik vrij en ik ga hij lekker... stelt het toen, neem het niet naar even uit. Ik stel het uit en ik ga lekker naar Vincent's festival, Japanse festival. Heel goed. Hartstikke leuk. Vincent, laten we daar eens over gaan hebben. Het Japan Festival. Onder 2 jaar wordt het gehouden. Ja. En er is nogal een grote Japanse gemeenschap in Amstelveen, hè? Ja, daar zou je van staan te kijken als ik je de getallen geef. Geef maar. Er wonen ruim 4000 Japanners in en nabij Amstelveen. Mm-hmm. Totaal in Nederland 7000. Ja. En daarmee zijn de Japanse expats in Nederland een hele grote gemeenschap. Groter dan menig ander. Het grappige is, ik woon hier. Je merkt het bijna niet. Ze zijn heel erg in hun eigen gemeenschap, Japanners. Is Japanners dat zijn van nature ingetogen, bescheiden, rustige mensen. Dus... Je hoort ze niet, je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Ja, ze hebben lekker eten. Je merkt het in de supermarkt natuurlijk. Ja. Sommige supermarkten die cateren op de Japanners. Ja. Die hebben allemaal lekkere hapjes die je nergens anders ziet. Dat is waar. En volgens mij hou jij wel van Japans eten. Heel erg, want het leuke van Amstelveen is ook, er zitten zoveel lekkere Japanse restaurants. Nou, dankzij de Japanse gemeenschap. Ja. Ja. En wat gaat er precies gebeuren op 14 en 15 juni? Nou, we zitten hier in de buurt van het Stadshart, het grote plein voor het winkelcentrum. Dat wordt voor die 2 dagen omgetoverd, mag ik rustig zeggen, in een klein Japan. Je herkent het niet meer als je hier rondloopt. Je komt binnen via een grote pagoda. Een grote Japanse entree wordt die staat gemaakt. Bij de Rembrandtweg daar. Precies. Mm-hmm. En dan loop je dat plein op en dan zie je een heel groot podium. Waar je veel optredens gaan plaatsvinden. Met daarachter een scherm, bijna net zo groot als de gevel van de bibliotheek. Met een Japans landschap. Oh, mooi. En op het plein... stalletjes en dingetjes die helemaal de Japanse sfeer creëren. Waar van alles te doen is natuurlijk. Ja. Dus als je het leuk vindt om een beetje kennis te nemen van de Japanse cultuur, muziek, dansen, eten en drinken, moet je er wel bij zijn, 14 en 15 juli. En wat is het verschil tussen die 2 dagen? De ene is zaterdag, de andere is zondag. Ja. De grap is, nee, flauw. Het programma begint op zaterdag om 12 uur, toch ongeveer tot 6 uur. En wordt in grote lijnen op zondagmiddag herhaald. Ja, je moet je voorstellen, we verwachten kleine 50.000 bezoekers. Gratis dat is entree. Nogal wat. Dat is wel zeker. En dus overwegend Nederlanders, die komen in grote getalen op af. En niet iedereen kan of op de zaterdag of op de zondag. Dus zodat je niets hoeft te missen, is het programma gekopieerd naar de zondag. Met een paar uitzonderingen. Op zondag hebben we een grote workshop, demonstratie, sushi maken. Ja. Met een van de grote Japanse chefs in Nederland. Ja. En dat is alleen op de zondagmiddag. Okay. En kan het publiek ook aan meedoen.
Ah, een lekkere kliederboel van maken. Ja, en lekker en het meten. Is gewoon vrij, entree, hè? Je hoeft niets te betalen. Het kost vrij veel geld, zo'n festival. Nou! En het wordt elke keer weer door de grote bedrijven in Amstelveen gesponsord. Ik kan erbij verklappen, het wordt elke keer wat moeilijker om het geld bij elkaar te halen. De tijden zijn veranderd. Ja, maar dat komt weer komen nu uit de crisis. Ja, dat is weer gelukt. Ja, die is weer gelukt. Ja. En vandaar dat al die mensen gratis entree hebben. Ja. Alles is gratis toegankelijk. Ja, als je, er is heel veel eten en drinken ook te krijgen. Daar moet je een kleinigheidje voor betalen. Dat lijkt me wel. En de zon, dat is het enige waar we op moeten hopen, hè, voor die 2 dagen. Nou, 2 jaar geleden, toen begonnen we op zaterdagmiddag om 12 uur in een vliegende storm. Oh. En we hielden ons hard vast dat de grote tenten die waren neergezet echt de lucht in zouden gaan. Ja. We hadden bijna op last van de brandweer uit veiligheidsoverweging het af moeten gelasten. Oh. Nou, binnen een half uur brak de zon door. Gelukkig. Het plein liep vol en toch weer die 50.000 mensen gehaald. Over 2 jaar geleden gesproken. Wij gaan even kijken naar we hebben een opname van wat er zo al gebeurt. Ja. Het is wel bijzonder wat we daar zien. Dat is dat taiko... Taiko drums. Ja. En wat we gaan laten zien over 4 weken... dat zijn Nederlandse jongens en meisjes die taiko drums spelen. Ja. Dat is in Amsterdam een taiko drum school. Maar dat wordt wel door Japanners lesgegeven? Wordt door Japanners lesgegeven, maar die uitvoerende zijn Nederlandse studenten. Wat vind jij daarvan, van dat drummen? Oh, ik vind de techniek fantastisch. Hè? Ja? En hanteren van stoks links en rechts. En het is vrij breed ook. Dus, ja. En ik zag net een vrouwenbeeld met vrij korte arm. En toch krijgen ze voor elkaar om die beweging te krijgen. Ja. En de timing is absoluut fenomenaal. Ja. Ja. Nou zien we de taiko drummen, we zien sumo worstelaars. Ik denk dat we ook prachtige vrouwen gaan zien in mooie jurken. Japanse kleding. Kimono. Kimono. En we hebben natuurlijk Japanse hapjes. Hoe moet ik dit nou zien? Is dit nou een beetje wat als wij als Nederlanders in Japan zouden staan, dat we met tulpen staan en de klompendans doen? Is het heel erg dat wat we verwachten van Japan, of is het toch ook wel heel cultureel? Nou, het is wel heel erg Japan. Mm-hmm. Dus in die zin voor de Japanners geen verrassing. En misschien zouden wij in het buitenland dus vergelijkbaar het kaasmeisje en de klompenmaker. Maar er is niks verkeerds mee. Nee. Dat vindt men ontzettend leuk in het buitenland om te zien. Dus we denken, en we weten uit ervaring, dat de Nederlanders die hier komen toch dingen weer voor het eerst zien en het erg leuk vinden. Nog één dingetje misschien, mm-hmm. Je hebt het over Nederland in het buitenland. Je kunt ook op het Japan Festival Japanse poffertjes eten. Oké, dus dat is een fusion poffertje. Ja, en hoe ziet dat eruit? Ja. Nee, geen idee. Maar er komt iemand Japanse poffertjes maken. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Ik ga ze zeker proberen. Met rauwe vis erin en een beetje kikkoman eroverheen. Ja. Best lekker. Ja. Ja. Oké, wat is het hoogtepunt van het Japan Festival? Wat mogen we echt niet missen? Ja, dat is een beetje moeilijk, want het is een aaneenschakeling van leuke dingen. Maar ik denk dat
dat het festival wel spectaculair geopend gaat worden. Ja, dus 12 uur op zondag. Mm-hmm. Door een optreden van de voltallige marinierskapel der Koninklijke Marine. Maar wat hebben die nou weer met Japan te maken? Niets. Okay. En dat is het verrassende. Ja. Maar 2 jaar geleden hadden we een ensemble van het Concertgebouworkest. We hebben hier mee te maken. Ja. Ja, er zitten nogal wat Japanse violisten. Ja, violistes, ja zeker. Dus die kwamen mee, dat was een linkje. Ja. En de marinierskapel vond het gewoon heel erg leuk om weer even een visitekaartje af te geven voor zoveel mensen. En dan spelen ze Japanse muziek? Ze gaan in Japan, onder andere een Japanse medley spelen. Oh, wat interessant. Ja. Dat is wel erg leuk. Er wordt ook bij gezongen. Ja. Dus we hebben een hele bekende zangeres, Sigrid Hof. Ja. Vaak ook in de achtergrond meegezongen met de grote zangers en zangeressen van Nederland. En Sigrid zingt een aantal nummers mee met de marinierskapel. In welke taal? In het Japans? In het Japans. Gedeeltelijk in het Japans. Wow. Ja. Knap dat ze dat maar heeft. Overwegend in het Engels, denk ik. Oh, toch wel. Maar ja. Ik kom vooral voor de sushis van Yamazoto. Ja, ja, dat kan ook. Ja, ja. We hebben trouwens een opname van de marinierskapel. Dat noemen ze wel heel iets anders. Volgens mij zijn ze daar Argentijnse tango. Doen ze daar, ja. Ook leuk. Ook heel leuk. Dus dan kijken we toch even naar een indruk van het marinierskapel. Ja. Ja, dat was het marinierskapel. Dat gaan we ook zien, maar dan met Japanse liederen. Ja, ja. Dus we kijken er naar uit. Dus ja, ik kijk er ook naar uit. Spectaculaire opening. Ik ga zeker komen. Ik heb het gewoon gemist 2 jaar geleden. Het is maar goed dat jij je komt vertellen. Gelukkig doen we het dit jaar weer. Ja, dankjewel Vincent Knoops. Ja. We hebben natuurlijk informatie hierover ook op onze website weer staan. Ja. Dus. Het lijkt een klein stapje van Japan naar Duitsland. Ach, is best een klein stapje. De wereld is klein. De wereld is klein. De wereld is klein. Danny Lademacher. Ja, lieverd. Je hebt vanaf het begin bij Herman Brood gezeten, bij de band Wild Romance. Ja, nou, we kunnen zelf zeggen dat we samen begonnen juist zijn. Na de succesvolle periode dan. Vanaf 77 tot 81. 1977. Ja, ik was niet eens jong meer. Ik was al bijna 30. Toen al? 27. Oh, nou moeten we gaan rekenen. Nou moeten we gaan rekenen, maar dat doen we even. Dat is voor de quiz. Maar je bent ook verantwoordelijk voor een paar wereldberoemde nummers van Herman. Ja. Die eigenlijk ook van jou zijn. Ik ben niet beter dan mijn buurman. Nee, maar pak je gitaar er toch eens even bij. Nou, ja, ja, okay. Toch voor jou dan. Ja, voor jou. Ik wil dat graag. Hij heeft alle grote nummers van Herman geschreven. Hij heeft alle grote nummers van Herman geschreven. Maar nou heb ik voor jullie een vraagje. Puur toeval. Je bent te bescheiden, Danny. Maar ik heb voor jullie dan een vraagje. Kijk, ik heb zelf een kop, weet je. Nou, Herman vond ik het leukst in het kleine bovenzaaltje van Paradiso, in Amsterdam, hè? Ja. Ja. En dat is ook lang daar was geleden. Hij goed, hè? Ja, fantastisch. En wat was hij mooi, hè? Oh, wat was hij toch mooi. Wat heeft hij dat zelf toch een beetje naar de Filistijnen geholpen. Ja. Maar we gaan een klein quizje doen, jongens. Ja. Okay. Jij doet wat licks. Ja? Oké. Okay. Paul, ik doe niet mee, want ik ken ze meteen. Nee, jij kent ze allemaal. Je moet mij nooit vragen welk nummer het is van Herman Brood. Ja, je moet mij nooit vragen naar het nummer. Nee. En je moet mij nooit vragen naar de artiest. De artiest weet wel, dat Herman Brood. Ja. Maar dus het nummer moet je mij niet vragen. Oké, maar misschien weet je het toch. Ja, wie weet. Wie weet. Nou, ik zal mijn best doen om de bekendste. De allerbekendste die heb jij ook gezien. Maar dan nog.
Adam. Nee, jij echt. Aan jou. Echt. Never be clever. Ja! Yes. Je gaat even een van Manuela kennen. Oké, de volgende. Ja, nee, ik weet het nooit. Never be clever. Nee, echt niet. Ja, zie je. Ja, echt niet. Hey, maar we gaan met Vincent doen. Oh, dan. Oké, de allerbekendste, die jij hebt geschreven, die begint al. Ja, qua lik dan. Qua lik. Hey. Is hij meteen binnen? Ja. Ik herken die melodie. Ja. Even denken. Ik moet niet mee te zingen. We gaan gewoon door. Saturday night. Ja! Paula had hem al. Saturday night? Ja! Maar Paula was eerder. Ja, maar het is echt uitzonderlijk kort. Uitzonderlijk. Ik weet zelfs de titels van de nummers die ik zelf geschreven heb nooit. Nee, echt pas niet. Als ik in de auto zit en ik hoor iets voorbij komen, denk ik heel vaak, hé, dit nummer, dat ken ik. En dan denk ik, oh, dat heb ik zelf geschreven. Ik weet het nooit. Nee, ik ben wel grappig. Ik ben dus alles slechts in de quiz. Ja. Ik heb in België met Bart Peters een verschillende tv-quiz gedaan. Het is te gênant voor woorden. Oh, ik wist niets. Ja, ik ben heel erg Daarom niets. Ik ben wat muziek betreft echt totaal nul. Namen weet ik niet, wie heeft wat gespeeld, baby. Nee. Totaal niet. Oh, ik ben heel blij dat je... Als muzikant is het vrij gênant. Ja. Maar ik weet meer van klassieke muziek dan van pop. Maar goed, we hoeven niet meer te raden. Maar ik wil toch dat je nog één zo'n hele bekende, zodat we even lekker dat Herman Brood gevoel hebben. Oh, Margarita. I love you so much. Ah. I can handle myself. Ja, ik kon deze ook even helemaal niet opkomen. Nee. Maar dat zijn ze ook. Ja. Ja. Tattoo deed ik van hem. Ja, maar dat is na mijn tijd. Dat is na jouw tijd. Ja, nou goed, we hebben het even over die... Ja. Heb je niet nog een lekkere, vette anekdote? Je hebt er wel 100.000, ik weet het. Even uit de school klappen. Maar doe even eentje lekker uit de school klappen met een reisje met Herman of iets wat je hebt meegemaakt. Na mijn ontmoeting met Herman. Ja. Dat is heftig. Ja? Ja. In welke zin? Dus, nou, dat is het verhaal dan. Dus wat ik, het is eigenlijk een verlengstuk van de intro, Kees, Meerman, ja, bla, bla, bla. Precies. Dus gaan we doen. Dus die dag ontmoet ik Herman voor het eerst. En Koos van Dijk, manager van Herman, wel bekend. Die zei, nou Danny, kom, ik ga je aan Herman voorstellen. En ik zei, nou, prima. We zien wel. En het was waar hij speelde, het was in op de feestzaal van een school ergens in Zwolle. Weet. Natuurlijk in Zwolle. Heel lang geleden. Ja, uiteraard. Uiteraard, ja. En de kleedkamer was gymlokaal, dus heel groot. Ja. En Herman zat daar alleen, helemaal aan het eind van. Einde. Gewoon met een tafeltje, ja. En één stoeltje, ja. En een lampje. En een lampje. En Koos. Daar is hij. Pop, deur dicht. Jij moest een hele lange weg afleggen. Helemaal daar naartoe. En een scène uit een film, hè? Absoluut. En Herman keek eigenlijk niet eens. Hij zei, ben jij... Oh ja, Danny. Ja, hij zegt, je kunt me even helpen. Ik zeg, met wat? En ik zeg, wat doet hij nou? Hij heeft een doosje open. Spuit. Ja. Lepel. Ja. Amfetamine. Klik, klik, boep, en ze, wil je even mijn gargot even doen? Helemaal niet. En ik zei, ik laat me niet kisten. Natuurlijk doe ik dat. Dus je moest, wat moest je nou doen? Het afbinden? Even, ja. Niet te spuiten in zetten. Nee, alsjeblieft. Nou, afbinden. Dat je een gargot. Ik doe net ook al. Ja, net of wij dat elke dag doen. Ja, dus ik zei, nou, ik wist echt niet wat ik moest zeggen. Of, dus ik heb het gedaan. Ja, maar ik met een riem of zo? Ja, met een stroomdas, weet ik veel wat het was. Of een touw. En gewoon zo. En Herman, spuit in, het gaat goed. Ik was helemaal bleek. Ik werd helemaal niet goed. Oh, en Herman keek naar me. Goed zo, Dan. Je bent aangenomen. Dat was een test natuurlijk. Ja. Ik heb in de bijgehoord. Nou. Ik had geen noot gespeeld. Ik heb ook niet gespeeld. Maar dat is bijna zo. Ik had dus geen noot gespeeld. Maar ik kwam daar tegen, kennelijk. Ja. En dan ben je door. Helemaal niet. Ja, maar ben je door. Het bleek. Ja, en ik was door. De commissie van Herman. Nou, maar, als dat geen anekdote is. Ja, inderdaad. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat Herman, als hij naar het buitenland ging, dat Koos van Dijk me vertelt, dat zijn pakjes heroïne onder de pianotoetsen gingen.
Nee, nee, de meeste heroïne dat naar buitenland, dat ik kan me niet herinneren dat we dat ooit gedaan hebben. Oh. Maar hij heeft wel eens zo'n slecht periode gehad. Ja. Maar dat is de reden waarom ik de eerste keer weggegaan. Ja, dat maar begrijp ik. Het is wel een goede plek. Gewoon onder de piano toe. Ja, maar nee, ik denk in versterkers en zo. In versterkers, ja. Het ging allemaal met die andere vrouw. Dat was meer de speed, hoor. In de speed, ja, precies, dat bedoel ik ook. Gewoon de speed. Ons of zo, dat was in no time ook weg. Ja. In Amerika, Herman had plotseling heel veel vrienden. Ja, dat is waar. En dan heeft na 3 dagen Herman zo'n pak. En ik denk, Koos, ik heb een probleem, is niks meer. Ja. Danny, je speelt nog steeds de nummers die je ook zelf hebt geschreven. Ja. Je hebt een toertje gedaan, weet ik, met de Bombita's ook. Ja, absoluut. Dat was ook ontzettend leuk. Hartstikke leuk. Maar nu ga je met Nina Hagen een wereldtournee doen. Ja, dat begint. En het begint hier. P60. Nee, P60. Echt waar? Ja. Wereldstad Amstelveen. 30 mei zijn we dus te zien en te horen in P60. Dus The Wild Romans en Nina Hagen. Ja. Ja, het heet eigenlijk Romanza Brava. We zijn dan de Wild Romance van Nina. Van Nina. Ja, en Nina Hagen is natuurlijk Romanza Brava, ex-vrouw. Natuurlijk wilde romance op zijn Spaans. Precies. Ja, dat is allemaal. Maar de ex-vrouw van Herman Brood, ook zelf ook een wereldberoemde operazangeres, maar ook een punkzangeres. Maar ze is toch een tijdje een beetje uit de running, of niet? Nou, ze is wel af en toe is op en aan, heb ik begrepen, altijd. Ze was een paar jaar geleden nog in Nederland. Het schijnt dat Nina behoorlijk verslaafd aan de computer is. Oh, de computer? Ja. Ze zit heel aan Facebook. En ze zit dag in, dag uit. Te Facebooken. Facebook. Echt waar? Ja. Ja, want ik weet, wij hebben nog wel eens boodschappen met haar uitgewisseld. Ja. Met de Bombita's. Ja, dus wij dachten... Is jullie contact zo weer ontstaan via Facebook? Nee, waar ik eerlijk gezegd... Ik ben de enige in de wereld die niks met Facebook doet. Okay. Ja, ik heb een account. Okay. Maar heel snel, misschien moet ik daar heel trots op zijn. Maar heel snel had ik meer dan 6000 vriendjes. Nee, to be. Ja. En ik dacht, nou, dat is niet voor mij. Dat zit al heel gek van. Het is een dagtaak. Ik zeg, ik ga niet iemand inhuren om met Facebook te... Maar jij gaat dus met Nina Hagen, jullie, gaan met de oude romance. Ja. Ja, daar zit... Ja, een gedeelte helaas zijn een paar overleden. Ja, dat begrijp ik. Het is hard gegaan in de wereld. Het is hard gegaan in de wereld. Ja. Wat was dan de aanleiding voor jou om met Nina te gaan optreden? Het is eigenlijk een idee afkomstig van onze drummer Jan de Toen. Ik heb Jan 2 jaar geleden ontmoet in Spanje. En ik was daar uitgenodigd om even in een clubje te spelen met hem. Ja. En ik kende hem helemaal niet. En het is, maar Jan kwam met het idee. Jan, ja, en het is gegroeid tot een serieus vriendschap. Ja. Maar wie zit er nog van de oude garde in de band? Dus we hebben Rudy Engelbert. Rudy Engelbert, bas. Ja. Jan speelt zelf drums. Ja. Maar we hebben Otto Kooijmans. Otto. Het onze gaat... Otto. Toetsen. Otto, het gaat weer beter. Hè? Otto heeft keelkanker gehad, maar het gaat weer beter. Ja, helemaal bovenop. Hartstikke fijn om te horen. Dan hebben we Dirk-Jan Vermeijn, de zanger van ons bandje, de Paris Dandies. Ja. En mezelf. En Nina Hagen. En natuurlijk Nina Hagen. Nou, en je gaat naar Brazilië, je gaat naar Amerika. Ja, dat is eind volgend jaar is het gepland. Jij weet nog niet wanneer je waar staat. Nee, je hebt toch geen agenda? Nee, dat weet ik niet. Maar voor iedereen, Facebook. Ik heb gehoord dat er daar een hele goede bron van informatie kan zijn. Ja. Hartstikke leuk. Danny, we gaan je volgen. Wij beginnen in ieder geval gewoon in P60. Ik hoop wel dat je er bent. Dat ben ik zeker, zeker weten. Leuk. Paula, ga je ook naar... Danny en Nina? 30 mei? Ja. Hier? Ja, nee, natuurlijk. Zullen we samen gaan? Ja. Oh, leuk. Gezellig. Hartstikke gezellig. Ik had hem genoteerd. Ja, hier. Precies. 30 mei. Heel goed. We hebben al 2 mensen in. Dat is leuk. Vincent, kom je ook? Ik ga ook mee. Heel goed. Gezellig. Van harte welkom. Ja. Dit is hem. Yes. De nieuwe programmering van de Strouwburg hier in Amstelveen. Het ziet er prachtig uit. Ik vind het een mooie foto. Mooi. Hij valt op. Ja hoor. Ik heb Paula, ik heb jou gevraagd om daar eens voor ons doorheen te wandelen, want ik ken jou en als ik in de Schouwburg ben, veel minder dan jij, maar zie ik jou altijd, want jij bent een fervent theaterbezoeker. Ja. Heel erg, hè? Heel erg. Ja. Ik ben, zoals ik al zei, een soort allesvreter. Ik vind het enig om beginnende cabaretiers, zangers in de kleine zaaltjes te bezoeken. En we hebben hier in Amsterdam een heel leuk klein zaaltje, dus daar zit ik heel vaak.
Dus ik kijk heel vaak, ga ik er doorheen en dan denk ik, hé, die ken ik helemaal niet. Wat doet die klein zaaltje? Ik ga. Gewoon, dan ken je ze niet. Dan ken ik ze niet. Goed voor jou. Want ik vind het heel leuk. En soms is het dat ik denk van, nou weet je, blijf vooral leuk in de badkamer iets doen. Ga niet naar een klein zaaltje. Ga ons er niet mee lastigvallen, maar leuk dat je het geprobeerd hebt. En soms zit er iemand bij of een groepje bij dat ik denk van, hé, dit is leuk. Hier gaan we nog wel wat van horen. Mm. En dan vind ik het ook leuk om ze een beetje te volgen. Weet je, om te zien, ja. Nou ja, een jaar later of hoe twee jaar later, hoe ontwikkelt zich. En soms gaat het heel goed en denk ik van, nee, dit gaat toch niet doorbreken of zo. Dus dat vind ik heel leuk. Over maar Facebook gesproken, daar zie ik altijd jouw tips. Ja. Want ik hou jou altijd in de gaten en denk ik, wat ga je toch ongelooflijk veel naar theater. En wat schrijf je er altijd even een leuk stukje over? Ik ga heel veel en ik schrijf nooit een stukje als ik het helemaal niks vind. Nee. Omdat ik dat ook sneu vind voor de uitvoerende artiest. Want ik weet hoe ongelooflijk veel liefde en enthousiasme en werk eraan zit. En omdat ik het misschien niet leuk vind, wil niet zeggen dat anderen het niet leuk vinden. Maar zodra er iets bij zit waarvan ik denk van, hé, dit is leuk. Iets waarvan ik denk van, hé, dit is leuk of dit is heel gek of dit is heel opmerkelijk of wow, wat is dit goed? Ja, dan schrijf ik een stukje over. Ja, dat zie je. En of dat nou film is, of theater, of muziek, of exposities, of wat dan ook. Maar zorg je voor dat mensen dan een groter podium krijgen, of schrijf je er alleen maar over? Nee, ik tip. Ik zet dan op Facebook een tipje. En dat is eigenlijk het enige waar ik Facebook voor gebruik. En soms een heel opmerkelijk filmpje. Maar dat is waar ik Facebook voor gebruik. Maar we hebben hier cabaret, we hebben dans, ballet, jeugd, familie, musicals, shows, muziek, concerten. Alles. Opera, operette, toneel en literair. Ga jij naar alles? Nou, in die categorie wel naar alles. Ook naar operette? Ja. Operette ga ik af en toe wel. En dat komt omdat de zus van een goede vriendin van mij, Petra Berg, zangeres. Die zit hier in de Amstelveense Operettevereniging. Dus dat vind ik heel leuk om daar dan ook naar te gaan kijken. Ja. Maar dan kom ik eigenlijk meer voor haar. En die doen heel regelmatig echt heel mooie dingen. Wat leuk. Neem eens mee door dat boek. Nou, als we niks weten en we denken, waar moeten we nou toch heen gaan? Nou, weet je waar je echt heen moet? En dat is iets wat ik vorig jaar gezien heb. Maar hij komt weer met nieuwe stukken. En ik had er nog nooit van gehoord. En ben hier in Amstelveen gaan kijken. Omdat ik dacht van, nou ja, wat is dit? Wie is dit? Wat is dit voor stuk? En ik was echt verbijsterd. Ik vond het zo goed. Dat heette het stuk, het was Lebensraum heette dat. En dat viel onder de categorie meme, waar je niet zoveel naartoe gaat. Nee. Maar het is absurd en zo verschrikkelijk goed. En wie is dat? En de jongen die dat opzet, die dat regisseert, heet Jacob Altbom. En dat is een Zweedse jongen die al heel erg lang in Nederland woont. En het was zo ik ben dol op surrealistische dingen. En er gebeurde steeds van alles in de wanden. Er zaten de gaten in die je in eerste instantie niet zag. Dus daar gingen ze doorheen. Het ging met touwtjes en allemaal heel goed getimed. Twee jongens die gingen ontbijten. En dat ontbijt dat kwam uit allerlei hoeken en gaten, omdat zij aan touwtjes trokken. En dat kwam zo aan die tafel. Nou, ik kan het niet beschrijven. Als je iets tegenkomt van Jacob Albom, ga daarheen. Doen! Ja. Okay. Nou ja, verder. Ik heb van alles, weet je. Haaien van de Heide en Erik Breij komen. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Omdat ze allebei schrijven en allebei uitvoerend artiest zijn. Ik denk van, nou, wat gaan ze doen? Maar bijvoorbeeld ook gewoon een traditioneel stuk met Wievieneke van Groningen, Ellen Pieters. Het heet Het Pakt. Denk ik, nou, dat is toneel. Wat gaan ze doen? Dat is toneel. Ja. Sarah Kroos is wil ik ook cabaret, heen. Denk ik. Nou, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Omdat ik Sarah nog nooit live op toneel heb gezien. Ik en Sarah voornamelijk van televisie. Dus dan denk ik, nou, dan ben ik heel benieuwd wat ze gaat brengen. Nou, en zo ben ik er doorheen gebladerd. En koop je ook meteen kaartjes? Dat is heel
heel erg. Ik ga dan... Het boek komt, ja. De schouwburgboek komt. Daar ga ik er doorheen, dan ga ik alles aankruisen. Als je het, ja. Ik denk, hey, Wende Snijders gaat weer terug naar de kleine zaal. Leuk! Hey, dat wil ik dan dat wel wil weer ik dan zien. Ook wel weer want zien. Dat is, he, ze is op een gegeven moment klein begonnen. Gaat groot, groot, groot. Ja. En nu weer klein dan. Dus dan ga ik er doorheen, dan kruis ik alles aan. En dan wil ik bijna 90% wil ik dan zien. En dan aan het eind denk ik, nou, dit wordt te begrotelijk. Ja, ik wou net zeggen. Als je ook, vind je ook niet dat vaak kleine vernieuws veel leuker en interessanter zijn. Ja, er zijn heel veel artiesten waarvan ik denk, blijf in die kleine zalen en maak niet de sprong naar de grote zalen, ja. Want dan heeft het zoveel meer impact. Maar ja, ik snap dat als je artiest bent, wil je natuurlijk groot. Is het gebruikelijk dat recensenten kaartje kopen, worden die zijn niet geen recensent. Ik ben geen recensent. Je schrijft toch over een stuk? Nee, maar dat geeft gewoon, ik geef tipjes op Facebook, maar dat is niet officieel. Ik word daar niet voor betaald. Nee hoor, ik doe dat gewoon omdat ik het leuk vind voor de artiesten. En om, ja, weet je, Dorine Wiersma bijvoorbeeld, ja. Die heb ik in Bellevue in Amsterdam gezien, Theater Bellevue. Heel veel mensen kennen haar niet. Ze is zo'n leuke cabaretière. Die schrijft zulke aparte liedjes met zulke gekke teksten. Nou, je weet gewoon niet wat je ziet. Dus dan denk ik van hop, schrijven. Ja. Want daar moet Nederland kennis van hebben. Grote publiek dus krijgen. Ja. Nee, het is puur liefdewerk dat ze dat doet. Ze schrijft ook nooit iets naars en dat kan als recensent. Ja, de mensen die kan je dat niet maken. Nee. De mensen die daarvoor betaald zijn, die schrijven een vergrijzelijke recensie. Ja, voor zure recensie. Ja, een zure recensie op de voorpagina van de NRC bijvoorbeeld. Ja, precies. Wat is wat jou betreft, waar kijk je het meest naar uit? Oh, dat vind ik moeilijk. Dat vind ik moeilijk. Wat, waar ik heel erg naar uitkijk is naar Miss Montreal. Ja, ga ik want ook die heb heen. Ik niet... God, wij gaan, wij gaan plannen. Vaak we gaan met z'n tweeën. Gezellig, ja. Ik heb haar ook nog nooit live gezien. Oh, ik wel. En ik vind haar van televisie. Ik vind het zo'n leuke... leuke vrouw. Leuke meid. Leuke, dus ik ben heel nieuwsgierig naar haar. Xavier Guzman. Heb ik ook nog nooit live gezien. Dus ik heb dit jaar heel veel aangekruist waarvan ik denk van nou, die wil ik echt. Staat Wim zien. Helsen of Wim Helsen? Comedy Train on Tour ga ik altijd heen. Okay. Want dat zijn allemaal gearriveerde of beginnende cabaretiers. Die doen dan even een stukje, een kwartiertje of zo. Ja. En daar zit altijd wel iets bij waarvan ik denk van, hé, dan kan je wat er doorheen lopen. Een beetje bladeren is dat. Ja. Leuk. Nee, dus er zijn heel veel dingen waar ik... Die wil ik niet heen. Waar ik, nee. Ja. Jij ook niet, Hans Lieberg willen we niet heen. Nee, maar daar ga ik niks over. Jij wel? Oké, Vincent, dan ga je daar naar mee. Hans, je hebt een fan. Ja. Nee, dus als ik het dan helemaal zo bekeken heb, dan ga ik een beetje zo de balans opmaken en dan ga ik schriften. Ja. Wat ik dan ook doe, is mijn zoon, die inmiddels 20 is, die geef ik dan de naadboek en dan zeg ik zo, Miro, ga jij er ook nog even doorheen? Dan kunnen jullie en dan die samen kruist doen? Hij. En dan gaan we kijken waar ontmoeten we elkaar en die doen we dan samen. Dat is heel leuk. En dat is heel vaak cabaret. Ontzettend leuk. Wij gaan proberen een paar van jouw tips ook op onze site te zetten. Ja, leuk. Ja, dat is hartstikke leuk. Info@rtv.nl Amstelveen, daar kunt u alle informatie vinden van deze uitzending. Alles over het Japan Festival, alles over de nieuwe programmering van de Stad Schouwburg en natuurlijk ook alles over het optreden van Wild Romance, wat in deze gelegenheid een Spaanse naam heeft gekregen, maar met Nina Haken. En allemaal naar P60 de 30ste. En allemaal naar P60 de 30ste naar Danny. Ik dank eerst u wel de 30ste en dan kijken. De 15e. Ja. Precies. En ik dank jullie alle drie voor hier aanwezig te zijn geweest. Vincent Knoops, Paula Patricio, Danny Lademacher. Tot de volgende keer. Dag.